Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met brede opklaringen boven het land. Alleen in het westen komt wat bewolking voor. En die wolken die breiden zich wel wat uit, zodat we een wisselend beeld krijgen. De zon schijnt flink vandaag. Er zijn soms wat wolken en op de meeste plaatsen is het droog. Vanochtend temperaturen nog rond het vriespunt. Vanmiddag loopt het kwik langzaam op. De maximumwaarde wordt bereikt en ligt tussen 4 en 7 graden. Er staat niet veel wind. In het noordwesten zien we wat meer wolken geleidelijk aan. In het zuidoosten blijft het vrij zonnig. Vanavond zien we ook nog steeds wat wolken, vooral in het noordwesten en westen. Verder nog opklaringen en temperaturen die al snel weer richting het vriespunt dalen. Maar in de loop van de nacht breidt de bewolking zich uit en zal de temperatuur niet verder dalen. Morgen gaat het regenen, in het binnenland voorafgegaan door natte sneeuw. En het is waterkoud met 3 tot 5 graden, alleen in het noordwesten is het zachter. De wind neemt flink toe en zou in de middag eventjes stormachtig kunnen waaien langs de kust. Woensdag 8 of 9 graden, net als donderdag. En ook vrijdag is het vrij zacht. Er is regelmatig ruimte voor buien, met name op de woensdag en de vrijdag. Maar verder is er ook ruimte voor wat zon tussendoor. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.